functie van minister van ruimtelijke ordening, grond en bosbeheer zal worden vervuld door de heer Lekram Soerjan. De functie van minister van landbouw, veeteelt en visserij zal worden vervuld door de heer Rabin Permisser. Dat beloof ik. Minister Patrick Pengel wordt op het ministerie van Openbare Werken, Communicatie en Transport opgevolgd door de heer Vijay Chotkan. Dat beloof ik. Minister Christine Polak wordt op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting opgevolgd door de heer André Misikaba. Dat beloof ik. Minister Rigilio Dotsen wordt op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen opgevolgd door de heer Sergio Akimboto. U heeft me gevraagd om deze job te aanvaarden. Het is de derde keer en ik heb ja gezegd. Ik heb u mijn woord gegeven. Kenmerken aan dienend leiderschap is liefde voor de mensen wie je gaat dienen. Kenmerken aan dienend leiderschap is respect voor je medemens. Kenmerken aan dienend leiderschap is eerlijkheid en transparantie. En dat moeten we doen als leider. Als leider die het Surinaams volk moet dienen. In aanloop naar dit moment, president, zijn er een heleboel dingen vooraf gegaan. En een van de zaken is het doen van een antecedentenonderzoek. En bij het doen van antecedentenonderzoek is iets naar boven gekomen bij mij, welke 10 jaar terug is gebeurd. Let wel, 10 jaar terug. En vanaf dat moment begon het te knagen. Ik wilde zelf een stap terug doen om de gebeurtenis. Maar ik ben opgestaan en God heeft iemand gebruikt om mijn moed in te spreken en toe te wijden om deze job toch te aanvaarden en zeggen van één fout die ik heb gemaakt zal mij niet weerhouden om deze grote taak op me te nemen. In mijn relatie met de vrouw met wie ik nu ben getrouwd heb ik haar geslagen in een boze bui. Ze heeft aangifte gedaan aan de politie. Ik ben opgeroepen voor verhoor. Ik ben aangehoord en heen gezonden zonder voorgeleid te worden. Er is een dossier opgemaakt en dat is boven water gekomen. En ik wilde het volk van Suriname en u dat besparen. Voordat het gebeurt, dat ik dat aangeef. We zijn 10 jaar verder doorgegaan. We hebben elkaar vergeven en we zijn in het huwelijk gestapt. En ik vraag nog een keer voor het volk van Suriname vergiffenis voor wat ik heb gedaan, voor de ondersteuning en de ondersteuning. Dank u. Mogen de God van Abraham, Isaac en Jacob jou ondersteunen, kracht geven, wijsheid geven, inzicht om dit job te doen naar behoren in de naam van Jezus. Dat beloof ik.